Goedendag terug iedereen, ik ben hier aan de locatie van Camping de Vogel. Dus Camping de Vogel, 12 kilometer van Hulst. Dat is hier gelegen dus aan de Vogelweg. Dus als ik even verder ga, nog een tweetal kilometer, kom ik in Vogelwaarde. Veel volk aan deze Camping de Vogel. Dus aan de rechterkant is hier de parking, de bezoekersparking. En aan de linkerkant dus de ingang van de camping. Een ander beeld van hetgeen dat we gekend hebben enige tijd geleden. Zeg, nu is het hier vol met vakantiehangers. Natuurlijk ook met de fiets kan je, ik zeg, naar Hulst, 12 kilometer, of naar de Westerschelde. Van hier ja, natuurlijk over de bus moet ik weer niet spreken, want de bus is namelijk ook wel dezelfde bus, nummer 10, die rijdt niet in het weekend naar Hulst, dus dat is de enige optie opnieuw, ja, de fiets. Beeld op dus de actuele drukte, de file die er is hier aan Camping de Vogel. Dus mensen moeten aanschuiven met hun caravan. Ja, en hier zijn het ook wel veel Belgische nummerplaten. Het is niet alleen maar de Duitse bezoekers, maar in het algemeen ook, als je ziet, er zijn ook wel Belgische bezoekers hier in de streek. Ik ga nog even verder, maar ik zeg, er is enorm veel wind, dus het zal even ruisen. Even een Duitse mobile home. Dus de locatie hier van die Camping de Vogel is feitelijk het dorp Hengstdijk. Gaan we nog even verder en dan hebben we nog een zicht hier in het midden van de camping. Hier hebben we al een zicht. Ja, het is niet meer zo duidelijk nu, want dat alles in bloei staat. Dus hier in het midden het Brede Meer en dan aan de rechterkant het tweede gedeelte van de camping. Even verder.
het zal een betere zicht zijn via de drone. Maar helaas is er momenteel wel veel te veel wind. Ja, ik heb feitelijk al een drone 4 jaar in de kast. En toch wel even de motivatie van te zeggen, haal hem boven, want hier in Nederland mag je gelukkig 120 meter hoog vliegen. En in België is dat maar een tiental meter. Dus dat is ook wel de reden, mensen in België kopen een drone en uiteindelijk kan je hem nooit niet gebruiken buiten, een keer op vakantie. Dus hier in Nederland nog het geluk tot 120 meter hoogte en dus ook een beperking in zaken het gewicht. Dus dat maakt natuurlijk wel een risico met de wind en zo verder. Zo, ik ga nu verder naar Vogelwaarde. Zoals je ziet, de camping daar. En hier is Vogelwaarde. Het is een tweetal kilometer, het is letterlijk ernaast. Zichzelf is een redelijke kalme route. Het is dus de route naar Hengstdijk en dan ook verder naar Kloosterzande. Dus zo druk is dat hier ook weer niet. Nou, het is natuurlijk wel nu het hoogseizoen voor de camping. Wel een stuk goedkoper dan op een hotel te gaan en je hebt er ook niet het avontuur. Ah, hier de bus in, beste mensen. Dus de bus in komende uit Kloosterzande terug naar Terneuzen. Maar gaat natuurlijk niet naar Hulst in het weekend en dan klagen ze dat ze niet genoeg tickets verkopen. Soms begrijp ik niet meer de redenering. Hier nog een caravan. Het probleem is ook dat er mensen bepaalde beslissingen nemen en die nooit hier op het terrein geweest zijn. Ik zeg, je moet in de realiteit komen, in de omgeving, om vast te stellen hoe dat allemaal in elkaar zit. En hier nog ook, hoogwaarschijnlijk richting Camping De Vogel. En hier heb je van Vogelwaard dus die ja, het is niet meer een bedrijf hier, het zijn van die grote opslagruimtes. Er zijn er wel nog een paar kleine bedrijven, niet zo bekend. Maar dus, die kunt u ook zien op de video met de drone. Even dus die gericht was aan deze kant van Vogelwaard. Hier aankomst van het dorp, dus de bekende Rapenburg.
is ook op de dronebeelden te zien. Dus rechtdoor ziet u de route naar de N290. En dan links-rechts hebt u richting Hulst of richting Terneuzen. En dat is het. Vele mensen met de fiets, dat is altijd positief. Ja, het zijn wel elektrische fietsen hier. Meestal, maar bon, elektrische fietsen geven ook niet de sportresultaten. Ik zeg, voor een training is het nog altijd belangrijk van een gewone fiets te gebruiken. Hier, wat ik zeg, een elektrische fiets, dat is ja, een duw in de rug, maar echt sportief is het ook weer niet. Nou, hier nog een caravan. Ik ga vervolgens hier inslaan in de Isdoornstraat. Centrum Vogelwaarde.